Commissievoorzitter Misikaba weerlegt verwijten nieuwe ID-wet 2018. André Misikaba, commissievoorzitter van de ID-kaartenwet 2018, weerlegt de verwijten van de oppositie. Dat de regering met de biometrische ID-kaart wil frommelen bij de aankomende algemene, vrije en geheime verkiezingen, klopt van geen kant. Uiterlijk 2021 zal iedereen voorzien moeten zijn van een nieuwe ID-kaart. Dat betekent dat burgers op 25 mei 2020 normaal kunnen stemmen met hun huidige ID-kaart. Dus ik veeg de verwijten dat de regering wil frommelen gelijk van de tafel, aldus de commissievoorzitter. De nieuwe wet geeft aan dat de huidige ID-kaart binnen 3 jaar vervangen moet zijn. De regering zal op den duur komen met voorlichtingsprogramma's hoe, waar en wanneer men in aanmerking zal komen voor de nieuwe ID-kaart. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.